Zondag aanstaande wordt in de Noorderkerk aan de Akkerstraat voor het laatst een kerkdienst gehouden. Want de gereformeerde kerk vrijgemaakt heeft het gebouw verkocht. En Nijenstee gaat er iets nieuws ontwikkelen. Nou, dan vraag ik me dus af hoe het met de geschiedenis zit en wie eigenlijk de architect was. In februari 1920 begon de bouw van deze Noorderkerk aan de Akkerstraat. En op 26 juli van hetzelfde jaar was de bouw zo ver gevorderd dat in het voorportaal een mooie grote gedenksteen kon worden geplaatst. Nou, het was allemaal klaar op 9 mei 1921. Toen werd de kerk als gereformeerde kerk in gebruik genomen. Een enorm gebouw, 1300 plaatsen waren er toen. Met de kerkscheuring van 1944 ging de kerk over naar de zogeheten vrijgemaakten gereformeerden, artikel 31. En 10 jaar later, in 1954, werd dat officieel een gereformeerde kerk vrijgemaakt. En dat is het tot op de dag van vandaag gebleven. Meneer Dijkema, hoe lang komt u al in deze kerk? Nou, eigenlijk mijn leven lang al. Hè? Vanaf, ik weet dat ik hier gedoopt ben. Ik ben hierin getrouwd. En ja, nu ga ik nog steeds naar deze kerk. En wanneer bent u hier getrouwd? Dat was 1965. En toen zat de kerk vol. Ja, ik heb het niet over uw trouwerij, maar gewoon in het algemeen. Nee, het was inderdaad heel vol, want toen konden we ze niet in één keer houden. En waren er 's morgens en 's middags, beide waren de dubbele diensten. Zo. Ja. Maar de laatste jaren is dat erg achteruit gegaan? Ja, dat goed. Algemene vergrijzing. En het gaat heel geleidelijk. Ieder jaar zie je het aantal verder teruglopen. Dus de kerk is eigenlijk te groot geworden. Hierboven wordt dat nog wel gebruikt? Boven is inmiddels ook al afgesloten en alleen beneden wordt het gebruikt. En dan zie je ook beneden dat er veel open plekken tussen zitten. Hmm. Huh? Ik zag hier, misschien kunnen we er even heen lopen, iets leuks hierboven. Deze krasserij is ook alweer van een tijdje terug, neem ik aan. Maar dit was een plekje, geliefd plekje voor de jeugd. Ja, die mocht hier graag zitten. En dan zaten ze niet meer onder de controle van pa en ma, en ja, dan namen ze meestal een zakmes mee. Want het boeide niet altijd natuurlijk voor hun. Wat is dit hieronder? Is dit een van die enorme lampen die je in de kerk ziet? Ja, er zitten drie van die grote kroonluchters en die hangen aan deze staalconstructie. Die kan door middel van die wundwerk kan die omhoog en naar beneden laten zakken. Oh ja. De Noorderkerk was de vijfde kerk die de gereformeerden in Groningen lieten bouwen. De eerste was in 1852 de Ebbingenkerk, achter de bebouwing van de Nieuwe Ebbingenstraat. In 1887 volgde de Parklaankerk, in 1901 de Zuiderkerk aan de Stationsstraat
en in 1906 de Westerkerk aan de Kranenweg. De Noorderkerk was eigenlijk bedoeld als vervanging van de Ebbingenkerk. Daarom zijn deze stenen, de eerste steen van de Ebbingenkerk, 1852, ook meegenomen naar de Noorderkerk. Net als de steen hier boven de deur. Nou, de eerste plannen voor vervanging van de Ebbingenkerk dateren al uit 1913. De nieuwbouwplannen hadden ook te maken met het tehuis voor wezen en ouden van dagen, Bethesda. Dat was gevestigd in een pand achter de Ebbingenkerk, in een oud pakhuis. Maar ja, dat kon echt niet meer. En dominee Vogelaar, die wees op dit braakliggende terrein als mogelijkheid voor de nieuwbouw. Nou, voor Bethesda zag men de noodzaak wel in, maar voor een nieuwe kerk, was dat nou wel nodig? Dus de plannen gingen voorlopig de koelkast weer in. In 1919 was eindelijk de kogel door de kerk en werd dit bouwterrein gekocht. En het bouwplan gemaakt. Nou, dit is het dan, het totaal. Daartoe werd er ook een huisje aan de Noorderbuitensingel afgebroken om een toegang tot het terrein te krijgen. Nou, dan hebben we hier Bethesda. En ik ben hier op dit moment in de dagzaal, tevens eetzaal van het oorspronkelijke tehuis. Wat overigens in 1975 werd gesloten. Nou, de kerk en de pastorie hoorden er ook bij. De pastorie en de Akkerstraat. Ik heb hier een foto uit 1920 van de bouw. En daarop is te zien dat de pastorie bijna klaar is. Dat is hierachter. Bethesda is hier vol in aanbouw. En van de kerk is eigenlijk nog geen spoor te zien. Nou, het bouwplan werd gemaakt door het architectenkoppel Kuyler en Drewes. Kuyler, dat was Jan Kuyler, in 1883 in Rotterdam geboren. En Drewes, dat was de in 1870 in Leens geboren boerenzoon Lucas Drewes. En deze Drewes, die woonde toen hij het plan maakte hierachter in dat witte huis. Drewes ontwierp dit, Tuinbouwstraat 22, in 1913 voor zijn eigen gezin. Het enige eengezinshuis van oorsprong hier in de straat. In augustus 1914 was het klaar. Monumentaal pand. Een beetje oude stijl. Goeiedag. Hallo. Mag ik even binnenkijken? Ja, natuurlijk. Ja? Fantastische ruimte. Dit was dus het atelier eigenlijk van Drewes. Dit was het atelier van Drewes, ja. Zoals dat hoorde, dat er dan was dat er ook al in die tijd? Dit is oorspronkelijk. Het is helemaal oorspronkelijk. Daar waren tekeningen laden. Daar had hij zijn tekeningen in. Maar een stuk of 10 laden had hij. Hele grote laden. Prachtig. Is deze ruimte altijd zo gebleven? Of, Nee, op een gegeven moment heeft hij hier wandjes ingezet. Voor zijn tekenaars. Die wouden niet zien. Oh, die wou je niet zien? Nee, die wou niet zien. Tenminste, dat is mij verteld hoor. Ja. Nou ja, dan heb je die raampjes. Die doen me inderdaad wel aan denken. Of laten wel zien wat hier gebeurde. Hè? Wat dingen die toch met de architectuur te maken hebben. Ja, nou, het pand is tot 1963 in bezit gebleven van Drewes. Toen was je al gestopt met het tekenen. Kuyler was in 1957 overleden. En waarschijnlijk is dat ook het moment geweest dat Drewes er mee gestopt is. Hij is verhuisd en hij is in 1969 pas overleden, dus bijna 100 jaar oud. Dat Drewes, de Noorderkerk, Bethesda en de bijbehorende pastorie mocht ontwerpen, lijkt logisch gezien het feit dat hij bij het bouwterrein woonde. En bovendien ook nog eens gereformeerd was. En dat was een absolute voorwaarde van de kerkraad in die tijd.
Maar zo logisch was het niet. Want hij had een geduchte concurrent in de eveneens gereformeerde Eitsen van der Veen. Een andere Groninger architect. En die had al naam gemaakt met diverse kerkontwerpen. Van der Veen had samen met de bekende architect Tjeerd Kuipers in de stad de Zuiderkerk en de synagoge ontworpen. Zelfstandig had Van der Veen begin 20e eeuw de gereformeerde kerken van Spijk en Zuidwolde ontworpen. Dit kerkje in Sauwerd is het enige dat Lucas Drewes er tegenover kon stellen. Kijk, staat er ook op. De architect L. Drewes, gereformeerde kerk 1898. Hij woonde toen met zijn vrouw en de eerste van zijn kinderen in Adorp, dat kerkelijk gezien hier bij Sauwerd hoorde. Nou, het is een eenvoudig kruiskerkje. Er zitten wat neogotische elementen in, maar nou, echt bijzonder is het niet. De gereformeerde kerkenraad van Groningen vond het moeilijk, ondanks de betere papieren van Van der Veen, om een keus te maken tussen Van der Veen en Drewes. Ja, Van der Veen had ook, zonder dat hem gevraagd was, schetsend gemaakt voor een kerkgebouw en daarvoor een rekening van bijna 1300 gulden gepresenteerd. En daar werd de kerkraad niet echt vrolijk van. Ze weigerden die dan ook te betalen. Drewes daarentegen had geadviseerd bij de aankoop van het terrein. En een ander terrein, bij de Oostersingel Nieuweweg, afgekeurd. Nou, dit werd het dan ook. Maar dan nog de architectkeus. De kerkraad loste het op door op 5 mei 1919 te beslissen dat Van der Veen en Drewes het maar gemeenschappelijk moesten doen. De beide architecten gingen aan de slag. Maar spoedig bleek dat de samenwerking van de twee niet profijtelijk was voor de zaak. De kerkraad moest een keus maken. En toen bleek Drewes toch de beste papieren te hebben. Drewes, of eigenlijk Kuyler en Drewes, kregen de klus. Waarom? Ik denk dat het eigenlijk door Jan Kuyler kwam. Die had namelijk al laten zien dat hij artistiek meer in zijn mars had dan Drewes. Hij had in het zuiden van de stad al diverse monumentale panden ontworpen. En dit pand aan de Noorderstationstraat was in 1915-1916 het laatste dat Kuyler als zelfstandig architect ontwierp voor de firma Noorderlicht. Daarna ging hij samenwerken met Drewes. Ik vermoed doordat er in de Eerste Wereldoorlog minder werk was. En zo kreeg de gereformeerde Lucas Drewes de kans zijn eigen kerk te ontwerpen. Dankzij de samenwerking met de niet gereformeerde Jan Kuyler. Hoe vindt hij dat nou? Het is nu is het afgelopen. Dit is toch uw kerk? Nou ja, het is bijzonder jammer. Maar ja, het is helaas niet anders. Je kunt er verder niks aan doen, maar ik ben blij dat het gebouw als volume blijft staan. Hè? Dat het niet helemaal gesloopt wordt. Nee, want Nijenstee is de nieuwe eigenaar en die heeft daar plannen voor ontwikkeld. Of ze zijn er eigenlijk nog wat mee bezig. Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, wat er hier nou allemaal is, zoals het orgel bijvoorbeeld, wat gebeurt daar nou mee? Nou, het orgel is verkocht. Die gaat naar de Veluwe. Dat is gemeente Wapenveld, een hervormde kerk, die heeft dit orgel. Past het er wel in? Nou, niet helemaal, want daar bovenop staat een engel. En de indeling wordt iets anders, omdat de hoogte onvoldoende is om het hele orgel daar in hun kerk te plaatsen.
Dus de Engel gaat niet mee naar Wapenveld? Nee, die zou hier in de hal in het bouwplan nog komen. Dit weekend de laatste activiteiten hier, hè? Ja, dat klopt. Aanstaande zaterdagavond een orgelconcert en zondagmorgen de laatste dienst. Hoe laat? Om 9:30. 9:30? Ja, en dan is het 's middags, dan gaan we al naar de nieuwe locatie. De nieuwe locatie, dat is de Columnakerk? Columnakerk, ja. In de Paulus Potterstraat? Ja. Dus, zondag aanstaande, wilt u nog één keer de Noorderkerk als kerk in bedrijf zien? 9:30 hier. Het zal druk worden, hè? We denken dat het inderdaad druk wordt. Ja. Misschien toch weer 1300 mensen hier in de kerk? 800 kan de eerste.